Er is een spreekwoord dat zegt: met de hoed in de hand kom je door het ganse land. En dat geldt zeker ook als je hoffelijk bent in het verkeer. Hoffelijk zijn op de baan, dat is respect hebben voor je collega weggebruikers, automobilisten en voor de wegcode. Je mag trouwens het belang van hoffelijk rijgedrag niet onderschatten, want hoffelijkheid is gelijk aan veiligheid. Nu, uit een onderzoek van de VSV blijkt dat er op dat vlak spijtig genoeg nog wel wat werk aan de winkel is. We hebben onderzocht in welke mate automobilisten zich storen aan het gedrag van andere automobilisten, zowel binnen de bebouwde kom als op de autosnelweg. Nu, binnen de bebouwde kom blijkt dat het meest storende gedrag het niet gebruiken van de richtingaanwijzers is, gevolgd door rijden met onaangepaste snelheid en het gebruik van de gsm. Op de autosnelweg gaat het over middenstrookrijden, gevolgd door bumperkleven en opnieuw het gebruiken van de gsm. Het is een veilig teken voor aan te geven naar welke richting dat je gaat. Dus dat dient hem ook voor. Andere weggebruikers kunnen u ook inschatten wat je gaat doen, hè. Zeker aan een rondpunt. Als ik afslaag bijvoorbeeld en er komt een vlauw aan die dat toch harder rijdt als mij, hè, die dat me dan voorbij steekt, dan kan hem niet zien eigenlijk dat ik afslaag. Hè. Met ouder worden is ik er mij van bewust geworden eigenlijk hoe gevaarlijk dat is. Voor de tegenliggers en voor de achterliggers, ja, voor iedereen een beetje. Hè. Ze zijn niet oplettend. Hè. Nee, handsfree. Dan nog is telefoneren achter het stuur niet altijd evident en niet altijd veilig, zal ik zeggen. Dus. Dat je zit afgeleid, je bent niet meer gefocust op de weg. Hè. En een bebouwde kom natuurlijk, dat is normaal dat je daar stiller moet rijden, want je weet nooit wat plotseling voor je komt of naar welke omstandigheden dat je terechtkomt. Met snelheid, je zit te snel aan het rijden, kan er snel iets gebeuren, dus moet je eigenlijk, er is een reden voor iets, allee, de maximale snelheid dat is er voor iets. Op 30 staat je sneller stil dan op 50, wat dat logisch is. Dat je dan achter moet blijven hangen, ja, dat vind ik. Gaat dan naar rechts en laat andere mensen uit. Dus daarmee misschien ook dat er zoveel files zijn. Als je wilt dat er geen onnodige files gaan ontstaan of dat het verkeer niet belemmerd geraakt en dergelijke, moet een beetje eigenlijk collegaal rijden. Hè. Dan haal je weer rechts en dan, wie dat je wilt inhalen, die gaat gewoon langs links. En dan, dat is eigenlijk daarvoor gemaakt. Bumperkleven? Ja. Nu, ja, en onderop zitten zeker. Dat zal wel zijn. Dat doe ik niet. Ja, nee, dat doe ik niet, want als er dan een op zijn vrij deft, dan heb ik het gedaan. Het is mijn auto kapot. Kan ik de andere zijn auto nog betalen? Dus, Het aantal verkeersslachtoffers is de laatste jaren wel gedaald, maar het is nog altijd veel te groot. En elk slachtoffer is er natuurlijk één te veel. Nu, jij en ik kunnen daar samen iets aan doen. Door ons op de baan elke dag opnieuw van onze beste kant te laten zien. Want met het nodige respect voor elkaar en voor de wegcode kunnen we het verkeer nog veiliger maken. Trouwens, het verkeer is geen strijdtoneel. Zit dus niet zuur achter je stuur. En speel vooral niet met vuur, want met z'n allen. Zonder ongevallen. Sam! Ja, Thibaut? Sean! Ja, Thibaut? Wat zou jullie achtste nacht mee zijn? Een heel seizoen op de bank, Thibaut? Naast u, Thibaut. Ja. Och, merk eens, weet wat veel erger is. 0 op 15 scoren op de verkeersquiz van die grote verkeerscampagne. Ja, dat is de hel. Vreselijk. Afgrijzelijk. Gruwelijk. Horror gewoon. Test je verkeerskennis op de grote verkeerscup.be.